Er is nog een boek wat ingezien kan worden bij de heer Tsetekaya voor alle commissieleden. Dus dat is heel aardig van u. Dank u vriendelijk. Wie wenst het woord? Meneer Van Doorn van de Partij van de Eenheid. Dank u, voorzitter. Inderdaad een belangrijk onderwerp, ook voor onze partij natuurlijk. Dank ook aan de Islamdemocraten voor de initiatieven in het verleden die wij ook van harte zullen steunen. En we sluiten aan bij de teksten die zojuist zijn gesproken door de heer Tsetekaya. En zeker ook door de inspreker, de heer Mohammed. En ik zal hem voortaan vragen om onze teksten te schrijven, want het komt voor 50% overeen met wat ik zelf al hier heb staan. Ik kan dat deel dan weglaten. Ik wil wel nogmaals benadrukken, net als de heer Tsetekaya dat net al zei, dat de beantwoording van de schriftelijke van de motie en de schriftelijke vragen echt te wensen overlaat. 4 zinnen, inderdaad. Dat is niet serieus. En we hebben ook echt het gevoel dat er helemaal niet serieus naar is gekeken. Ook al aangegeven, er is alle ruimte voor Joodse begraafplaatsen door heel Nederland. Ook met eeuwigdurige grafrust. Waarom kan dat niet bij de moslimgemeenschap het geval zijn? Er is ruimte voor, er zijn initiatieven, er is financiering, er is expertise, dat is allemaal aangegeven. Dus dat zijn de problemen ook niet. Waar ligt dan precies het probleem, vragen wij ons af. We hebben toch sterk de indruk dat hier echt wel, zoals we vaker zien, wordt gemeten met de dubbele maat als het gaat om islamitisch initiatief. En dat vinden we echt buitengewoon zorgelijk. We hebben dat de afgelopen raadsvergadering ook gezien, waarbij sommige collega's, een nieuwe collega, niet wilde feliciteren omdat ze gebruik maakte van haar vrijheid van godsdienst. Dat vinden we buitengewoon zorgelijk. Dus die ontwikkeling zien wij een beetje. Dat is toch iets wat ons erg veel zorgen baart. Neem alsjeblieft ook deze bevolkingsgroepen serieus. En nogmaals, kijk alsjeblieft serieus opnieuw naar de vele verzoeken vanuit de achterban, Islamdemocraten, en Nida ongetwijfeld ook, en ook vanuit onze achterban. Wat dat betreft zitten daar geen verschillen in. Neem deze vragen serieus. En scheep mensen niet af met 3 regeltjes, want dat doet geen recht aan een serieus en emotioneel onderwerp wat heel erg leeft binnen deze gemeenschap. En ik wil u verwijzen ook naar de vragen die de heer Tsetekaya gesteld heeft net. En uiteraard ook de inspreker. Het zou u ook sieren als u antwoord geeft op de vragen van de inspreker. Tot zover. Dank u wel, meneer Van Doorn. Wie mag ik dan het woord geven? Meneer Yilmaz, allereerst zag ik uw hand omhoog gaan. Jawel, maar meneer Bingel drukt wel op zijn knopje, maar die is daarna de beurt. Meneer Yilmaz van Nieder. Dank voorzitter, dank ook de heer Mohammed voor zijn het inspreken en ook inderdaad collega's van de Islamdemocraten voor hun inbreng en het initiëren hiervan. Ik snap ook heel goed de irritatie of in ieder geval de teleurstelling die er vanuit de Islamdemocraten was en ook van heel veel andere mensen over de afdoening van de motie. Voorzitter, Nida put inspiratie uit de wereldwijde wortels en levensbeschouwingen die onze stad rijk is. Van meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van Den Haag liggen die wortels dan ook buiten Nederland. En een onderdeel van die worteling is niet enkel hier komen wonen of geboren en getogen worden. Ook na het heen gaan, teruggegeven worden aan het Haagse veen of zand, is er onderdeel van die worteling. Het hoort bij onze levenscirkel. Wij geloven als NIDA dan ook in een Den Haag waarin we samen één wereld van verschil maken. Een wereld in één stad als één familie. En 80.000 van onze familieleden hebben een islamitische achtergrond. En steeds meer van die familieleden willen niet en of kunnen niet in het land van herkomst begraven worden. Soms vanwege de afstand, soms vanwege oorlog. Maar ook omdat steeds meer mensen de behoefte hebben om zelf hier in het mooie Den Haag begraven te worden. We zijn dan ook teleurgesteld over de afdoening en ook de behandeling van deze motie. Niemand ontkent dat de islamitisch-Haagse gemeenschappen ook een rol hebben met betrekking tot het realiseren van een islamitische begraafplaats. Die zijn zij ook dan meer dan bereid te nemen. Echter, met ruim 80.000 islamitische Haagenezen en Hagenaars heeft ook de gemeente een rol en verantwoordelijkheid. En de afdoening van deze motie komt zeer gemakzuchtig, onverschillig en apathisch over op heel veel islamitische Hagenaars en Hagenezen. 2 maanden geleden was er in Den Haag in het Migratiemuseum georganiseerd door onder andere FIO en CIORH een bijeenkomst over islamitische begraven. Daaruit bleek al dat er onvoldoende capaciteit is en dat de huidige bestaande begraafplaatsen vaak islamitisch onverantwoord zijn. Daarom de volgende vragen. Wat kan het college doen om enerzijds te voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van de islamitische Haagse gemeenschap en ook om de zorgen weg te nemen? Is dit college bereid om alsnog een uitgebreid onderzoek te doen naar die behoeften en zorgen met betrekking tot de islamitische begraafplaatsen? En is het college ook bereid om in dat onderzoek het bestaande en het particuliere aanbod mee te nemen? En ook om samen te werken met onder andere de Federatie Islamitische Organisaties en ook CIORH.
Tot slot, is het college bereid om in de tussentijd te bekijken of en op welke wijze er een extra islamitische graven gereserveerd kunnen worden, die ook echt daadwerkelijk voldoen aan de islamitische wensen, en hier een gesprek over aan te gaan met niet alleen de eigen begraafplaats, maar ook met de particuliere initiatieven. En hierin de eeuwige grafrust en de regels met betrekking tot uitgifterecht mee te nemen. En is het college ook bereid, indien er een particulier initiatief komt, die gronden wil aanschaffen om mee te werken, indien nodig, als het gaat om het wijzigen van een bestemmingsplan, en ook rekening mee te houden met de vraagprijs van de grond. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jumas. Dan is het woord aan meneer Bingel van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Mijn dank eerst aan de inspreker, maar ook aan voorgaande collega's die hier ingesproken hebben. Wat ons betreft van CDA, vanuit CDA, voorzitter, heel veel Haagse moslims willen begraven worden in onze stad. Ze voelen zich verbonden met Den Haag. Het CDA staat voor vrijheid van godsdienst en respect voor alle religies. Wij zijn blij dat er daarom veel verschillende mogelijkheden zijn voor groepen om hun dierbaren te begraven op manier die zij kiezen. Er is bijvoorbeeld een Chinese begraafplaats en heel veel Joodse begraafplaatsen in ons land. Waarom dat er geen islamitische begraafplaats kan gerealiseerd worden? Iedereen moet zijn geloof op een goede en waardige manier kunnen uiten. Voor de moslimgemeenschap is heel belangrijk dat er genoeg plekken zijn in Den Haag of omgeving van Den Haag waar mensen op islamitische manier begraven kunnen worden. Het geeft het gevoel van zekerheid dat ze verbonden zijn met Nederland, Nederlandse en Haagse maatschappij, als mensen weten dat ze hier begraven kunnen worden. Het draagt bij aan dat gevoel geaccepteerd te worden. Voor het CDA is verbintenis heel erg belangrijk. In de afdoening van de motie staat dat er geen gebrek is aan begraafplaatsen voor moslims. Waarop baseert de wethouder dat? In de gemeenschap heeft men het gevoel dat er wel tekort is aan begraafplaatsen. Bij de plekken waar nu islamitisch begraven kan worden in Den Haag, de begraafplaatsen Westduinen en Oude Eik en Duinen, kan men daar dan eeuwig graafrecht kopen of niet? Staat het college open voor particuliere initiatieven waar men een eeuwig graafrecht kan kopen? In Almere is er al zo'n islamitische begraafplaats. Kan het college aangeven waar er in Den Haag of omgeving van Den Haag ruimte is voor particuliere islamitische begraafplaatsen? In de afdoening van de motie geeft de wethouder aan niet te willen bewegen. Dit lijkt me niet de bedoeling. Daarom roep ik de wethouder op om het nogmaals goed te bekijken en de motie wat serieuzer te nemen, want het gaat hier om een hele grote gemeenschap. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bingo. Dan mevrouw Faïd, daarna mevrouw Tsakai. Ja, dank u wel, voorzitter. En natuurlijk hartstikke bedankt aan de inspreker. Want ik vond dat meneer Mohammed het nog eigenlijk heel netjes verwoordde. Want persoonlijk vind ik de afdoening van deze motie getuigen van een kilheid die ik eigenlijk niet heel erg vind passen bij een stad van vrede en recht. We hebben het hier over een vrij grote gemeenschap. En dan kan het gewoon niet zo zijn dat we na 6 maanden, er is al aan gerefereerd, dat er dan 3 zinnetjes worden gewijd aan gewoon aan een verzoek voor onderzoek. Het gaat er niet om dat er is neergelegd dat de gemeente een begraafplaats moet organiseren. In de motie staat een verzoek tot onderzoek naar of het nodig is en bla bla bla. Dus ik vind het eigenlijk een beetje ongehoord hoe het college hiermee is omgegaan. En ik heb dus eigenlijk ook maar 2 vragen aan het college. En dat is, wanneer gaan we het onderzoek starten naar de noodzaak en behoefte? En kan het college toezeggen dat bij een particulier initiatief voor het opstarten van een begraafplaats, islamitische begraafplaats, we gewoon meewerken met vergunningen en bestemmingsplannen. Dank u wel, mevrouw Faïd. Dan is het woord aan mevrouw Tsakai van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank voorzitter. Heel veel is al gezegd, dus ik zal proberen niet in herhaling te vallen. Maar in ieder geval heel veel dank aan de inspreker, want dat was voor mij een erg verhelderend verhaal. Dus dank u wel daarvoor. Ik denk dat in dit geval belangrijk is dat we gelijke monniken met gelijke kappen behandelen. Niet gelijk monniken, maar in ieder geval dat we alle gevallen gelijk behandelen. Als we zo'n grote islamitische gemeenschap hebben in Den Haag, en dat is natuurlijk zo, dat weten we allemaal, dan is het hartstikke belangrijk dat die mensen ook begraven kunnen worden in deze stad waarin zij zich allemaal thuis voelen. Dus ik zou me echt van harte willen aansluiten bij wat al gezegd is. Laten we dit faciliteren als gemeente, laten we onderzoeken wat de behoefte is. En gelijke monniken, gelijke kappen. Dank voorzitter. Dank mevrouw Tsukai. Mevrouw van der Werf heeft een vraag aan mevrouw Tsukai. Ja, dank u wel. Mevrouw Tsukai begon net over gelijke monniken, gelijke kappen. En maakte vervolgens een vergelijking die daar volgens mij nou juist niet aan refereert. Ze zegt namelijk, er is een hele grote groep die hier graag begraven wil worden. Maar wat heeft dat dan te maken met de rechten van andere grote groepen in Den Haag, die ook niet een speciaal door de gemeente gefinancierde begraafplaats krijgen? Mevrouw Tsukai. Volgens mij heb ik helemaal niet gezegd dat de gemeente deze begraafplaatsen moet financieren. Dus dat begrijp ik even niet. Maar ik denk dat het heel reëel is dat je kijkt naar de behoefte die er is vanuit verschillende geloofsgemeenschappen. Of dat nou Joodse mensen zijn of christelijke mensen of mensen met een islamitische achtergrond. En volgens mij is de groep moslims in Den Haag vrij groot. Christenen is ook vrij groot. Dus kijk naar de behoeftes van al die verschillende mensen. En geef hun de kans om voor altijd in de stad te blijven die zij lief hebben. Mevrouw van der Werf met een vervolgvraag. Kijken naar die behoeften, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is overigens iets anders dan gelijke monniken, gelijke kappen. Volgens mij is de vraag die hier open ligt, in hoeverre wordt er nu wel of niet aan particuliere initiatieven voldaan? En is dat mogelijk of niet? Dat is volgens mij aangegeven. En zijn er nu wel of niet voldoende plekken? Dus wat is nu uw oplossing voor het probleem dat u zelf aangeeft? Mevrouw Tsukai. Ja, mijn vraag aan het college is eigenlijk wat mijn collega's ook eerder al gezegd hebben. Het lijkt me goed als we dit gaan onderzoeken. Ik denk dat daar vanzelf wel uit zal komen wie het dan moet financieren en wat ervoor nodig is om genoeg islamitische begraafplaatsen of plekken in Den Haag te realiseren. Dus ik denk dat, zoals mijn collega's eerder al gezegd hebben, dat het goed is als het college daarover in gesprek gaat met mensen in de stad. Dank u wel, mevrouw Tsukai. Wie van de commissieleden mag ik dan het woord geven? Meneer Van der Reven, 50+, het woord is in. Ja, voorzitter. Van de meeste graven in Den Haag worden geruimd na 10, 20 of 30 jaar. Van al mijn familieleden die in Den Haag gestorven zijn, is er geen enkel graf meer over. Dus we hebben hier natuurlijk wel een heel verschil dat van de meeste Hagenaars de graven geruimd worden en nu gaan we dus een uitzondering maken voor de graven van de islam. Dank u wel, meneer Van der Rey. Meneer Van Doorn, u heeft de vraag aan meneer Van der Rey. Ja, met alle respect ook aan 50+. Luister maar even een beetje naar de inspreker en verdiep je ook een beetje in de materie voordat je gaat deelnemen aan een debat als dit. Er zijn ook andere geloofsgroepen in deze stad waarbij de eeuwige grafrust ook bestaat. Al tientallen jaren, honderden jaren, ik hoor u daar niet over. Waarom maakt u dit onderscheid? Meneer Van der Rey. Ja, ik maak het onderscheid alleen maar om te verwoorden dat op dit moment de meeste graven gewoon niet voor onbepaalde tijd blijven bestaan, maar dat daar een termijn aan gebonden is. En nu gaan we voor de islam een uitzondering maken. Als daar een meerderheid voor is, is dat prima, maar ik signaleer het alleen even. Ja, voorzitter, meneer met alle respect. Hier wordt helemaal niet gevraagd om een uitzondering. En nogmaals, er wordt ook niet gevraagd aan de gemeente om dit te betalen of dit te regelen. Het zijn particuliere initiatieven. Het zijn mensen die kopen gewoon zelf grond.
Dat is hun eigendom. Zij gaan het ook zelf exploiteren. Het is ook niet iets wat de gemeenschap moet gaan betalen of moet gaan regelen. En nogmaals, ik begrijp uw bezwaar niet. Wat heeft u er voor bezwaar tegen als mensen, particulieren, een stuk grond kopen om mensen daar te gaan begraven, als dat gewoon keurig kan binnen de bestemmingsplannen en wet- en regelgeving die we hebben? En de vraag is ook om daar serieus naar te kijken. Dus ik begrijp werkelijk uw punt niet. En ja, ik zou bijna zeggen, dit debatje is een beetje below my level of competence. Meneer Van der Rij. Ja, het gaat natuurlijk om dat de grond gebruikt wordt. En die grond wordt dus voor onbepaalde, voor eeuwig, zeg maar, uitgezonderd van een ander gebruik. En dat is bij andere begraafplaatsen dus niet het geval. En hier wil ik er eigenlijk maar bij besluiten, want ik heb daar een persoonlijke ervaring mee. Meneer Van Doorn, wilt u nog voor de laatste maal? Nou, ik denk dat het weinig zin heeft en het is, nou, wat ik al zei, het is een beetje beneden mijn niveau, dus ik laat het hierbij. Meneer Yilmaz, meneer Tsetokaya heeft geen spreektijd meer, dus u kunt geen interruptie plegen helaas, het spijt me. Meneer Yilmaz, u wilde, of meneer Bingul, ja? Nou, ik wou een vraag, we hebben ook hier Joodse begraafplaatsen die eeuwig zijn. En waarom maakt u daar een onderscheid tussen de geloofsgroeperingen? Meneer Van der Rij. Ja, de Joodse begraafplaatsen, dat zijn natuurlijk ook monumenten, als monumenten verklaard. Dus ja, ik ga daar niet over. En daar is inderdaad die uitzondering voor gemaakt. Maar ik wou eigenlijk liever het debat wat het mij betreft hierbij besluiten. Ja, maar helaas zijn er toch partijen die nog een vraag aan u hebben. Mevrouw Faïd, u was net voor meneer Yilmaz. Ja, sorry voorzitter, maar dit vind ik echt een beetje gek. Er zijn gewoon, ik weet niet hoeveel Joodse begraafplaatsen. En een deel van mijn familie is katholiek. En ik kan u verzekeren, ook die willen gewoon niet dat er ontruimd wordt. Dus ik begrijp niet zo goed wat u nou eigenlijk allemaal aan het vertellen bent. Het is heel erg gebruikelijk binnen een aantal religies. Mevrouw Verhiet, zullen we dan in ieder geval via de voorzitter spreken en voorzitter. Niet in de persoonlijke vorm. Oké, nou volgens mij is het wel helder toch wat ik wilde dat vragen. Dat leek mij ook. Meneer Van der Reen, wilt u daarop reageren? Ja, kijk, iedereen wil eigenlijk dat zijn familie, dat die begraven wordt en dat daar een eeuwig grafrecht op rust. En dat is niet altijd mogelijk, blijkbaar. En dan wordt de ene gemeenschap, is het wel mogelijk, en bij de andere dus blijkbaar niet. Natie heet dat. Ja. Mevrouw Van Iet, u was klaar? Ja, dan was meneer Yilmaz met een vraag. Maar ik denk dat deze discussie, als ik heel eerlijk ben, hoe u er aan die kant naast elkaar zit, het inzit en hoe meneer Van der Reden inzit, dat wel helder is. En ik denk niet dat verdere vragen daar nog heel veel aan gaan veranderen. Dus meneer Yilmaz, heeft u een vraag die van iets andere aard is? Als u het in een vraag kunt... Heeft u er aan over nagedacht om een goed onderzoek te doen binnen uw achterban van 50PLUS, die ontzettend groot is natuurlijk, gezien al die 50PLUS'ers in de stad en al die verschillende culturen, wat hun behoefte is op gebied van eeuwige grafrust, en dat u misschien op basis daarvan hier de discussie voert? Meneer Van der Reen, wilt u daarop reageren? Nee, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik zou dat aan Frans Hoek van Papendrecht, die dat wel heeft gedaan, moeten overlaten. Dus als er verdere vragen zijn, hij is daar meer deskundig op dan ik. Mevrouw Van der Werf. Nee. Dan was dat het einde van uw... Meneer Bingo. Voorzitter, voor de laatste keer. Uw partij heeft ook met de motie meegetekend. En ik begrijp u nu niet waarom u dan zo erg tegen bent. Meneer Van der Rij. Begrijp uw vraag niet helemaal. Wat bedoelt u? Meneer Bingo. Ja, uw partij heeft met de motie van Islamdemocraten meegetekend om te steunen, om die motie in te dienen. Meneer Van der Rij. Oké, dan steun ik die motie. Daar blijven we daarbij. Ik geef alleen, het enige wat ik heb aangegeven, is dat er gewoon een verschil is tussen bevolkingsgroepen, dat de een een eeuwigdurend grafrecht voor elkaar krijgt en de andere groepering dat niet. En dat is het enige opmerking die ik gemaakt heb en waar... Maar verder wil ik niet gaan. Dus als
De motie is gesteund en gaat uw gang, maar voor andere bevolkingsgroepen... Meneer Van der Rea, uw punt is helder hoor, ja. Dank u wel. Ik denk dat we gewoon doorgaan naar de volgende spreker. Of mevrouw Van der Werf, wilde u nog iets zeggen? Ja, ik wil de heer Van der Rea dan wel vragen als hij het steeds over de motie heeft. Hij heeft die zelf ondertekend. Er staat een handtekening van 50 plus onder. Dus misschien helpt hem dat met zijn bijdrage. Ja, volgens mij besefte meneer Van der Rea dat nu. Maar ik stel voor dat we gewoon, om de discussie ook een beetje op gang te houden, nu doorgaan naar de volgende spreker. Wie mag ik het woord geven van de commissie? Niemand meer? Dan kijk ik naar de wethouder of hij klaar is voor de beantwoording. Dat is het geval, want hij drukt zijn knopje in, dus wethouder het woord. Ja, zeker, zeker. Dankjewel, voorzitter, dankjewel. Dank ook voor de inspreker die toelicht hoe hij tegen deze afdoening van de motie aankijkt, want daar hebben we het nu over. Er is een motie ingediend op 12 juli en die motie heb ik onderzocht, want dat is wat in de motie zit. En daarna heb ik hem op september, dus vlak na de zomer, heb ik hem gestuurd. En door een misverstand, waar ik niks aan kan doen, is die uiteindelijk pas begin januari geagendeerd. Dus ik heb mijn best gedaan om deze motie, die gesteund is door de meerderheid van de raad, om dat zo snel mogelijk te onderzoeken en dat af te doen. En wat blijkt dan uit dat onderzoek wat ik dan heb gedaan, is dat wij dus begraafplaatsen hebben, 2 in eigendom, dat die toegankelijk zijn voor mensen met een levensbeschouwing, iedereen levensbeschouwing, en dat je op Westduin, dat je daar islamitisch kan worden begraven. En dat er ook een particuliere begraafplaats is uit Eik en Duinen, en daar kun je ook islamitisch worden begraven. En dat in Den Haag dus voldoende ruimte is om te begraven voor islamieten. En, en als er voldoende ruimte is, ja, dan is er dus ook geen noodzaak om een extra begraafplaats aan te leggen. En wat ik er ook in heb gezegd, en dat wil ik ook duidelijk naar voren brengen, want af en toe denk ik, we praten langs elkaar heen, dat als er een particulier initiatief is wat een islamitische begraafplaats zou willen realiseren in Den Haag, ja, dat daar, dat kan als particulier initiatief. Dat was de banden van de wethouder, meneer Tsetekaya. Is er een vraag van u blijven liggen? Ik wil even voor de helderheid. Er is een RIS-besluit van het dienst stadsbeheer, wat hier behandeld is in 2006... over capaciteitsproblemen. Er is aangevraagd om uit te breiden. En in de RIS-besluit staat dat de capaciteitsuitbreiding van 2006 alleen voor de komende 12 jaar zou gelden. Dus over 12 jaar moet er nog een keer een capaciteitsvergroting aangevraagd worden. Dus er is een capaciteitsprobleem in genoemde begraafplaatsen. Wethouder, wilt u daarop ingaan? Ja, voorzitter, ik heb het uitgezocht en dat is dus niet zo. Ik bedoel, anders had ik dit niet opgeschreven. Met alle kennis en kunde die we kennen in dit soort huis, die inzicht en overzicht hebben op de begraafplaatsen, wordt gezegd dat dat er voldoende ruimte is. En dat heb ik dus ook aan u geantwoord. Ja, maar meneer Jumas. Dank voorzitter, maar ik hoor eigenlijk helemaal geen reactie op het verhaal wat net gehouden is door alle inhoudelijke informatie die heel veel verschillende mensen hebben gegeven met betrekking tot dat veel begraafplaatsen juist niet voldoen aan die eis. Het is eigenlijk geen antwoord op heel veel vragen en het is gewoon vooral blijven bij de afdoening van de motie. Wethouder. Voorzitter, ik heb bijvoorbeeld heel veel gehoord over eeuwigdurend begraafplaats. Ik was van een week, voor het eerst in 10 jaar weer eens in Marokko, en dan ben ik ook naar een begraafplaats gegaan. Mijn oom die lachte, die had ik nog niet gezien. En daar werd ook een gedeelte geruimd, werd ook gezegd. In Saudi-Arabië wordt ook gedeelte geruimd, dat is allemaal wat je ziet. Dus soms wordt er iets geruimd. Maar als je dat vraagstuk dus wilt oplossen door een particulier initiatief, die dus zeggen van we hebben geld en we hebben middelen en we hebben behoeften, et cetera. Ja, dan hoor ik dat dan graag en dan zie ik dat dan graag. Meneer Jongens.
Nou, dan ben ik heel erg benieuwd naar de manier. Dus welke methode heeft u gebruikt om een onderzoek te doen? Hoe valide is dat onderzoek? Wie zijn daarin betrokken? Zijn de Hagenaars en Hagenezen met een islamitische achtergrond daarin ook betrokken voor de behoeften? Dus ik ben dan, ja, kunnen wij dat onderzoek inzien? Ja. Wethouder. Voorzitter, u, een aantal sprekers, zeggen dat die behoefte er is. Nou, laat dat particulier initiatief dan maar zien. En als dat particulier initiatief er is, met voldoende mensen, middelen, wat net werd gezegd, en met als doelstelling om het eeuwigdurend, ja, dan zie ik het tegemoet. Meneer Jongens, voor de laatste maal. Kan ik dan concluderen dat u bereid bent om mee te zoeken met de gemeenschap naar geschikte gronden en indien nodig mee te werken aan het, met het bestemmingsplan? Begrijp ik dat dan goed? Wethouder. Als er een particulier initiatief is wat aan allerlei voorwaarden voldoet, dan ga ik er naar kijken. Maar ik heb het niet gezien. Mevrouw Faïd. Ja, dat is wel, het is wel een antwoord, niet het antwoord dat u wilde horen. Mevrouw Faïd. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan vraag ik het nogmaals, zeg maar. Klopt het nou, hebben wij het nou goed begrepen, dat als er een particulier initiatief komt, dan gaat u kijken naar het bestemmingsplan samen met deze mensen en naar de vergunningen. En dan gaat u het mogelijk maken dat er in Den Haag een particulier initiatief islamitisch begraven mogelijk wordt. Heb ik het dan begrepen? Wethouder. Nee, niet helemaal. Als er een particulier initiatief is, dan ga ik kijken naar dat particulier initiatief. Dat is wat ik ga doen, als dat er is. Dus maar, dan heb je een maar particulier waar gaat u precies mevrouw Wiet, via de voorzitter als. Meneer de voorzitter, excuses, ja. Mevrouw sorry, Wiet. Het is een beetje de dag, hè, vandaag. Waar gaat u dan precies naar kijken? Want dat is dan een beetje wat ik dan wil weten. Want kijken, ja, dat kan alles natuurlijk. Wethouder. Nou, als er een particulier initiatief is, dan hebben ze een initiatief, wat staat op papier, wat hun doelstellingen zijn, wat ze ermee willen, hoe ze het gaan betalen, hoe ze het gaan financieren, et cetera, et cetera, et cetera. En dan ga ik naar dat particulier initiatief kijken. En dan ga ik er een oordeel over geven. Mevrouw Viet, voor de laatste maal. Ja, mag ik dan nog, dan wil ik eigenlijk nog even iets weten, toch nog over dat onderzoek. Want u zegt net dat u het heeft onderzocht. De motie roept ook op tot onderzoek. Dus dan wil ik eigenlijk wel eigenlijk ook het onderzoek gewoon zien. Want wat heeft u dan precies onderzocht? En waar kunnen we dat vinden? Mevrouw Wiet, u bent hiermee ook door uw spreektijd heen. Wethouder. Ik heb onderzocht wat de situatie precies is. En de uitkomsten van het onderzoek heb ik hier opgeschreven. En op die manier heeft het college de motie afgedaan. Meneer Van Doorn. Nou, daar probeert de wethouder toch een beetje makkelijk mee weg te komen. En toch een beetje aansluitend op de vraag van de heer Jumas. Wie heeft u nou precies gesproken? Heeft u mensen gesproken uit de islamitische gemeenschap? Heeft u de heer Mohammed gesproken van FIO? Heeft u andere organisaties gesproken? Heeft u initiatiefnemers van andere particuliere islamitische begraafplaatsen gesproken? Wie heeft u gesproken? En nou, dat wil ik gewoon graag zien. Gewoon een simpel lijstje met namen of een lijstje met namen van organisaties. Dat is misschien wel verhelderend, denk ik, voor de mensen hier. Wethouder. Ik heb gekeken naar hoe we deze motie kunnen afdoen, dus dat heb ik onderzocht en dit is wat ik heb opgeschreven. En daaruit blijkt dat er voldoende plekken zijn voor islamieten om in Den Haag begraven te kunnen worden. En daaruit blijkt ook dat als er een particulier initiatief is, dat we daar dan naar gaan kijken. Maar ik heb geen particulier initiatief gevonden. Meneer Van Doorn. Ja, nou dan moet ik helaas constateren, als de wethouder geen namen aan organisaties kan noemen, dat u met niemand uit de islamitische gemeenschap hierover heeft gesproken. En dat bevestigt toch het beeld dat net ook door de Islamdemocraten is neergezet, dat u hier op geen enkele manier serieus naar gekeken is. En het is eigenlijk echt wel een schoffering, niet alleen van de initiatiefnemers, maar van de hele islamitische gemeenschap in Den Haag. Wethouder. Voorzitter, ik heb gewoon zorgvuldig gekeken naar deze motie. Daar heb ik naar gekeken, dat heb ik onderzocht. En dit is het antwoord. Ik bedoel, ik heb ook geen enkel initiatief gekregen. Niks is mij bekend. En daarom heb ik het opgeschreven zoals het is opgeschreven. En als een particulier initiatief is, ja, dan weten ze me te vinden. Meneer Bingel, daarna mevrouw Van der Werf. Voorzitter, de wethouder geeft aan dat als een particulier initiatief is, dat hij bereid is om naar te gaan kijken. Nou, er is hier een particulier initiatief die net door de inspreker is, heeft naar voren gebracht. Dus ze vragen geen middelen, ze vragen geen financieringen. De vraag is alleen het bekendmaken van grond, van perceel en het beschikbaar stellen van vergunningen en dergelijke. Dus er is een initiatief hier. Wethouder.
Nee, voorzitter. Ik heb iemand horen spreken die dit belangrijk onderwerp vindt. Die zegt ook dat hij mee... Maar ik heb geen plan gezien, helemaal niks. Dus het is pas een particulier initiatief als ik een stuk heb wat ik kan beoordelen, waar allerlei informatie in staat om daar iets van te vinden. En dat heb ik niet gezien. Meneer Bingo, meneer Vervolg. Voorzitter, hoor ik het wethouder goed dat hij zegt als er een initiatief komt met een plan, met de visie, dus dat hij wel bereid is om toch... wat er gevraagd is om daar mee tegen te komen. Wethouder. Nou, ik verwijs nogmaals naar wat in de motie staat. Daar staat ook, mocht binnen de islamitische gemeenschap de wens bestaan om een islamitische begraafplaats aan te leggen, dan is dat, zien we dat niet als taak van de gemeente, maar is dat een particulier initiatief. Mevrouw van der Werf. Ja, voorzitter, ik wil toch even een vraag stellen, want volgens mij is er wat onduidelijkheid over de feiten. Is het nou zo dat er te weinig plekken zijn, dus dat het aanbod van de gemeente of de bestaande begraafplaatsen onvoldoende is voor de vraag die er is? Wethouder. Nee, er is voldoende aanbod, dat heb ik ook gezegd. Dus er is gewoon voldoende aanbod van alle moslims om zich in Den Haag te laten begraven. Dat is gewoon een feit. Mevrouw van der Werf met een vervolgvraag. Ja, dank u wel. En komt het dan dat hier zoveel vragen over zijn omdat er een begraafplaats gewenst is waarbij er nul risico is op dat er graven worden geruimd volgens u? Of heeft dat te maken met het feit dat we toch niet op papier hebben wat nou het verschil tussen vraag en aanbod is? Wethouder. Nou, als ik naar de inspreken luister en als ik naar een aantal raadsleden hier luister, dan komt het vooral omdat ze zeggen en vinden dat dat onvoldoende is, dat dat niet aan hun... Hij is er voldoet. Maar wat het college betreft zijn er voldoende begraafplaatsen voor islamieten, voor moslims, om zich in Den Haag te laten begraven. Mevrouw van der Werf, voor de laatste maal. Voorzitter, ik vind de lijn van de wethouder helemaal niet zo gek. Alleen als dat zo is, dan zou ik zeggen, zet het dan ook in die brief. Want dan zijn we van de discussie af of het wel of niet waar is. Dan kunt u laten zien dat het zo is. En dan kunnen wij als raad constateren dat als er een particulier initiatief wordt, dat u daar serieus naar kijkt. Wethouder. Ja, voorzitter. Maar dat heb ik gedaan. Het staat hier, er is in Den Haag over het algemeen voldoende ruimte om te begraven met de gemeente en de overige particuliere begraafplaatsen. En daarom is die plek, daarom is het ook niet nodig. En daarnaast zeg ik ook in diezelfde afdoening van de motie, dat als er een particulier initiatief is, ja, dan is dat er en dan gaan we er naar kijken. Maar ik heb geen particulier initiatief gezien voor een islamitische begraafplaats. Meneer Jumas. Ja, ik snap echt deze onbuigzame houding van de wethouder echt niet. Ook zo apathisch als ik weet niet wat. De enige verzoek hier is van als het daadwerkelijk zo is, dat voldoende, waaruit blijkt dat voldoende? Ik wil gewoon dan heel graag dat onderzoek zien waar u het op doelt. Op basis waarvan u kan zeggen dat al die graven islamitisch wel verantwoord zijn. Terwijl we hier horen dat de meesten dat niet zijn. En ook of u daadwerkelijk die peiling in de gemeenschap hebt gedaan. Of er wel of geen behoefte aan is. Dus kom maar op met het bewijs. Wethouder. Voorzitter, ik blijf herhalen. Ik heb ernaar gekeken. Ik heb het onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek staan hier op papier. En mocht er een particulier initiatief zijn die een islamitische begraafplaats zou willen in Den Haag, dan zie ik dat tegemoet. Maar ik heb geen particulier initiatief gezien. Ik hoor wel een aantal raadsleden die het allemaal belangrijk vinden, die dat graag willen. Maar dan zeg ik ook, meneer Yilmaz, kom dan met dat plan en dan ga ik er naar kijken. Maar ik heb geen plan gezien. Meneer Van Doorn. Nou ja, dan even een concrete vraag. U zegt, u bent zo stellig dat er voldoende plek is. Goed, we hebben nu 80.000 islamitische inwoners in deze stad. Binnen een jaar of 10 zullen dat er meer dan 100.000 zijn. U denkt dat die allemaal begraven kunnen worden in Eik en Duinen, dat het daar wel makkelijk past. Hoe ziet u dat dan voor u? Wethouder. Nou, denkt u dat ze allemaal in Den Haag begraven willen worden? Want u weet net zo goed als ik dat een groot gedeelte van die mensen niet in Den Haag begraven wil worden, maar terug in begraven wil worden in het land waarmee ze een hele sterke binding hebben. En dat is ook hun goede recht. Meneer Van Doorn. Ja, nou de ontwikkeling is wel dat de jonge generaties dat helemaal niet meer zo nodig vinden. En dat die zich gewoon in Nederland willen laten begraven. Wat ook hun land is.
Nou, laten we uitgaan van de helft, niet 100.000, 50.000. Passen die daar wel dan, denkt u? Ja, nu gaan we en dan gaat u de volgende keer gaat u vragen 10.000 en dan zo blijven we doorgaan. Maar wat ik ga vragen, dat weet u niet, voorzitter. Ja, maar ik wil het hierbij laten. Maar dit is een bekend debat. Nee, maar u hoeft het niet voor mij, voorzitter, u hoeft het niet voor mij in te vullen. Dank u wel, ik ga over mijn eigen spreektest. Dat klopt, maar ik zit hier om de vergadering voor te zitten, meneer Van Doorn. Dat begrijp ik. We vervallen echt in herhalingen hier. Nee, ik heb deze vraag nog niet gesteld en ik ga niet daarna nog allemaal andere vragen stellen met 20, 30, 10.000, weet ik veel. Dus laat mij gewoon mijn eigen vragen stellen. Nogmaals, ik ga zelf over mijn eigen tekst. De vraag is gewoon, meneer, het is een hele normale vraag. Dat klopt. Niet iedereen laat zich in Nederland begraven. Daarom zeg ik ook, laat het de helft zijn. 50.000. Past het dan wel? Ja, de helft van 80.000 is 40.000. Wethouder. Ja, voorzitter. Dan is mijn antwoord. Er is in Den Haag over het algemeen voldoende ruimte om te begraven met de gemeentelijke begraafplaatsen en de overige particuliere begraafplaatsen. Meneer Van Doorn, nog voor de laatste maal? Nee, voorzitter. Dat heeft weinig zin, denk ik.